Roger, Roger, we're breaking down. We got a gaming headset over here. En het is best wel uniek. En waarom? Because of this. Dit hier aan de zijkant. Dat maakt het uniek. Dus dit is hem. De Midas Music Level Up. Dus als jij die leveltjes moet scoren. Nou, ja, ja zeker. De Midas Music Level Up zorgt dat jij level up gaat in je favoriete games. Zonder gekkigheid, ik vind het best wel een toffe koptelefoon met een unieke uitstraling. Namelijk, ja, ik heb het al gezegd, het is gewoon deze VU-meter. Even kijken of je wil focussen. Kijk eens gewoon hoe vet dat gewoon is. Als we toch over design spreken. Kun je de koptelefoon nog helemaal volledig draaien. Dus je kan hem eigenlijk gewoon zo op je borst dragen. Alleen is het microfoontje nog wel een beetje irritant natuurlijk als je hem zo op je borst draagt. Maar het is een mogelijkheid. En tegelijkertijd kan hij ook een klein slagje naar voren draaien. Ongeveer 45 graden, waarbij 90 graden natuurlijk naar de andere kant op. En dan stop je. Je kan hem niet opvouwen, mocht je dat echt hopen. Dat kan hij helaas niet. De E-cups zijn echt zo ruim. Holy damn. Toen ik dit op mijn kop droeg. Ik had laatst zoiets van, wow, dit zijn echt hele grote earcaps. En ik weet niet, ik hou ervan. Vaak heb je van die koptelefoons waar je net je oren echt precies net inpassen. Maar deze, nou, ik weet niet of je moet echt een reus wezen. Of reuze oren, flaporen hebben. Wil je hier niet inpassen? Maar hier ga je zeker in passen. Dat is zonder twijfel ook maar. En voor de rest op deze koptelefoon heb je natuurlijk eigenlijk gewoon, ja, je hebt gewoon ruime padding, leren earcups, leren hoofdband. En de padding is genoeg, zit er genoeg in. Dus het zit super comfortabel op je hoofd. Dat is gegarandeerd. Althans, ik vind dat wel. De microfoon kun je gewoon uit en inpluggen, wat ook super is. Dus als je bijvoorbeeld aan het game bent. En je bent gewoon een solo potje aan het doen, je bent gewoon een singleplayertje aan het doen. Dan hoef je niet elke keer dat microfoontje weer voor je te bungelen. Het microfoontje kan je trouwens ook gewoon bijdraaien, zoals je precies wil. Dus dat is ook fijn. Dus als je hem even naar links wil hebben, dan kan dat als je dat zou willen. En zoals je natuurlijk ook al zag, heeft de earcups verlichting. En deze kan je dus aanpassen via de inline controls die in de kabel zelf zitten. Dus even kijken, waar zit dat knopje? Even hier. Kijk, dan kun je bijvoorbeeld groen hebben, je kan hem blauw maken, je kan hem geel maken, je kan hem groen maken, je kan hem roze maken, je kan hem wit maken. Wat persoonlijk trouwens mijn voorkeur is, want dan ziet hij het gewoon wel het mooiste uit. Maar je kan hem ook gewoon helemaal disco vibes geven. En wow, maar als je natuurlijk helemaal niet zo als je echt fan bent van kleuren, dan kun je ook zeggen, ik doe hem gewoon lekker uit, want... Zo'n feestbeest ben ik niet, want ik zit alleen thuis gewoon te gamen, want dat wil ik gewoon doen. Wat maakt mijn verlichting uit als ik het toch op mijn hoofd heb en toch niks van zie? Ja, ik persoonlijk... ja, het is ook wel een beetje doelloos. Het is alleen een beetje flex rides tegen anderen. Dus als je iemand naast je zit van kijk mijn lichten, ja, dat is tof man. ja, van de rest ook niet. En van de rest natuurlijk, ik had ook nog gezegd dat natuurlijk inline control zitten. Deze heeft niet alleen een RGB knopje, maar ook een mute knop. Of een mute switch. Dus je switcht hem even. En dan kun je hem dempen of ontdempen. en je hebt een volumewiel hierop en een 3.5 mm ingang. Want je krijgt ook een 3.5 mm kabel erbij. En die is meer bedoeld voor Xbox. De headset sluit op zichzelf gewoon aan met een USB-kabel. Gewoon eentje, dus niet twee. Eentje voor verlichting en eentje voor geluid. Het is gewoon één USB-kabel die alles regelt. En die kun je dus of op je PC gebruiken of op je PlayStation, mocht je dat willen. Want daar is je ook gewoon werkend mee, wat best tof is. Ja, en dan comfort. Ik zei het al, het zit gewoon super fantastisch. Lekker ruim om je oren, het sluit goed af. En het zit gewoon lekker. Ik kan er helemaal niet op klaar. Ik heb gewoon lekker avonden hiermee zitten gamen bij mijn moeder thuis. En gewoon lekker even potjes gespeeld. En ik heb helemaal geen problemen mee. Enigste, nou ja, ik zeg wel geen problemen. Maar eigenlijk heb ik toch wel één probleem. En dat is, het zit op een gegeven moment. Laten we zeggen, je bent een uurtje al aan het gamen. Lekker gamen, lalala. Het begint toch wel een beetje te broeien op je hoofd. Waarbij je toch wel zo'n gevoel hebt van, ik wil hem toch liever afdoen. Ja, dat is natuurlijk gewoon door leren earcups en een closed design. Dan heb je dat soort dingen gewoon.
Hoe is de geluidskwaliteit van deze koptelefoon? Het ziet er fancy uit, maar presteert het ook zo fancy? Om heel eerlijk te zijn, de mids en de highs zijn toch niet zo detailrijk en helder als dat ik had gehoopt. Ik moet echt minder mee friemelen met die koptelefoon. Maar de mids en de highs zijn toch niet zo helder als dat ik gehoopt had. En je merkt toch wel dat de lows echt wel benadrukt worden. Gelukkig kun je deze nog enigszins een beetje tweaken met de software die bijkomt met de koptelefoon. Dat moet je apart downloaden, maar het komt er wel bij. Kun je dus een beetje tweaken en kun je het net wat beter maken en helderder. Alleen het is nog steeds niet perfect. Maar op zich voor de prijs, want hij kost 99 pond, wat omgerekend ongeveer 115 euro is, klinkt het op zich voor zijn budget best wel goed nog. En ik denk dat je ook voor zo'n prijskategorie met deze kwaliteit het nog best wel keurig hebt. En dan van geluidskwaliteit naar microfoonkwaliteit. Hoe klinkt dat nou? Hier heb je een geluidssample. En dit is dus de microfoonkwaliteit dus van de Meatus Music Level Up. En om eerlijk te wezen ben ik dik tevreden met de kwaliteit van de microfoon. Het klinkt redelijk goed, beter dan eigenlijk heel veel andere headsets al op de markt. Dus daar ben ik echt van te spreken. Hij pakt wel wat achtergrondgeluid op, maar de focus op de stem zit er op zich best wel goed. Dus als ik nu bijvoorbeeld zal typen op mijn toetsenbord voor me, dan merk je toch wel dat hij het nog redelijk wel verzorgt dat hij nog steeds mijn stem alleen pakt in plaats van een toetsenbord. Dus op zich overal keurige kwaliteit, dik tevreden mee. En dan het laatste onderdeeltje is de software. Ja, ik had het al een beetje hiervoor al gezegd met de equalizers en dat soort dingen. Maar je kan dus ook virtual surround sound op deze koptelefoon zetten. En virtual surround sound is dus voor om beter geluiden om je heen te kunnen horen. Je kan dus als je bijvoorbeeld Counter-Strike speelt of Black Ops, kun je beter iedereen positioneren waar iedereen is met de geluiden die je doorkomen. Alleen het nadeel van virtual surround sound is dat het geluid wordt gewoon veel minder daardoor. Ja, je hoort wat beter om je heen waar iedereen is, alleen de geluidskwaliteit is gewoon wat slechter, waardoor ik het al gewoon niet eens meer zou willen gebruiken. En heel eerlijk zijn is de virtual surround sound ook niet echt zodanig een groot verschil. Ik zeg tenminste dat het niet echt waard is om het te downloaden. Ook is de software heel onoverzichtelijk en ziet het eruit alsof het in 1980 is gemaakt qua look, want het ziet er niet uit en het kan wel wat meer gebruiken. Ook heb je wel wat meer features op, zodat je je stem kan vervormen. Maar dat is leuk voor eventjes en daarna dan houdt het ook alweer op. Ik heb het niet eens echt geprobeerd, want ik heb zoiets van ja, waarom zou je dat erop moeten hebben? Maar als je het wil, je kan jezelf naar een eendestem veranderen. Of vrouw of man. Ja. En dan de conclusie. De Meatus Music Level Up. Ga je hiermee level up or level down? Hey. Cringe weer, zegt Mel. Ja, nou, helemaal niet. Ik moet zeggen, de headset zit best wel keurig in elkaar. Bouwkwaliteit is gewoon stevig. Je kan gewoon hiermee rotflexen. Huppakee, dit doen. Zonder dat het gaat breken. Alhoewel hij nog wel gemaakt is helemaal van plastic. Maar het voelt nog steeds hartstikke stevig aan. Hij zit super comfortabel op mijn hoofd. Lekkere ruime earcups, waar ik dus echt van hou. Goede hoeveelheid padding in de hoofdband trouwens en de earcups. Alleen het enige nadeel daarbij is natuurlijk omdat het een leren earcup is, geeft het ook wel een beetje zo'n broeikas effect op je hoofd. Waardoor het dus echt best wel snel warm wordt op je oren. Waardoor je dus af en toe wel even een pauze wil nemen om het ding even af te zetten. Dus dat is wel een beetje jammer hieraan. Voor de rest, super goede microfoon. Geen allemaal vage processing meuk dat erop gegooid is. Het klinkt gewoon goed. En dat zou het ook zo moeten wezen. Voor de rest, qua look en alles, ziet het er gewoon hartstikke mooi en keurig uit. Het inline controls zijn ook best wel fijn om bij te hebben. Dus je kan gewoon lekker muten. Lichten kun je aanpassen wat je maar wil. En je kan je volume aanpassen. En je hebt maar één USB-aansluiting waar je deze op aansluit. En dat is ook zo super fijn. Dus niet allemaal extra onnodige aansluitingen dat het vereist. En dat is het ook wel. Ik vind het op zich wel een tof ding. Ik kan jullie zeker aanraden eigenlijk. Ja, ik vind het wel tof.
enige waar je nog wel even rekening mee moet houden is sinds de Brexit kan je dus invoerrechten over deze koptelefoon krijgen. Ze versturen dit namelijk vanuit het Verenigd Koninkrijk. En sinds de Brexit is het natuurlijk geen EU-land meer, oftewel krijg je waarschijnlijk onverwachte kosten hierbij. Ik zelf had dus €38 gekregen, dus de normale €115 dat het dus kost, zal waarschijnlijk meer op uitkomen op dus 130, 140. Tenzij ze dit allemaal nog regelen binnen in het bedrijf zelf. Maar daar kan ik natuurlijk, daar weet ik niet zoveel van af, dus je kan ze altijd nog even navragen. En dat is ook wel de video, dus super bedankt voor het kijken en tot de volgende keer maar weer. Hey, super bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je de video natuurlijk leuk, behulpzaam of informatief? Doe natuurlijk een duimpje omhoog. Wil je natuurlijk meer zien van mijn kanaal, zou ik zeggen, abonneer natuurlijk. Mijn social media staat allemaal in de beschrijving, je hebt allemaal linkjes daarvoor. Ik zou zeggen, bekijk dat en tot de volgende keer.